Er mag in Woerden niet naar gas worden geboord. Dat was de boodschap van de SP op het Kerkplein. Een reeks van sprekers, waaronder leden van Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland, Milieudefensie en de Groninger Bodembeweging voerden het woord. De actie vindt precies plaats in de verkiezingsperiode. Toch wil SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman niet spreken van een verkiezingsstunt. Volgens mij zijn we al heel lang hiermee bezig. Kijk, in Groningen is door de gaswinner de NAM met steun van de overheid een enorme ramp aangericht. En in plaats van dat we de gaswinning stoppen, worden er steeds weer nieuwe locaties gezocht. Zoals hier in Woerden. En daar voeren we al een hele tijd actie tegen. En dat doen we vandaag weer. Want gaswinning moet echt stoppen. Hier onder Woerden mag niet geboord worden naar gas. U heeft hier de middag geopend met de uitspraak dat u erop had gerekend dat Vermilion hier kwam. Ik denk met een korreltje zout genomen, hè, die uitspraak. Want u had toch niet echt verwacht dat dat bedrijf hier zou komen? Ik had het wel netjes gevonden. Vermilion is een bedrijf dat hier gas wil winnen. Nou, heel veel Woerdenaren maken zich daar zorgen over, zien wat er in Groningen gebeurt en zijn bang voor hun eigen veiligheid. Ik had het heel netjes gevonden als het bedrijf dat hier mogelijk wil gaan winnen een tekst en uitleg was komen geven. En we hadden dat op een ludieke manier aangekleed, we hadden een hele date voorbereid. Dus ik vind het eigenlijk wel treurig dat dat bedrijf niet komt. Tussen de sprekers op het SP-podium ook raadslid voor Progressief Woerden, Jelmer Vierstra. Het is niet nodig om gas te winnen in Woerden. Al 4 jaar geleden hebben wij in deze raad de motie aangenomen dat we met z'n allen klimaatneutraal willen zijn in 2030. En we hebben ook al allerlei actie ondernomen om dat te worden. We hebben nog een jaar geleden besloten om alle gymzalen klimaatneutraal te maken. We hebben besloten om de wijk het Schilderskwartier gasloos te maken. Onze woningcorporatie GroenWest heeft besloten om daar in het voortouw te nemen en de eerste woningen daar om te gaan bouwen naar gasloos. En wat mij betreft gaan we in de komende coalitie afspreken dat er geen enkele woning meer bij komt in Woerden die nog een gasaansluiting heeft. Bent u nou ineens van de SP? Nee, natuurlijk niet, Ries. Ik ben van Progressief Woerden, de lokale fusie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En daar zit ik al 4 jaar voor in de gemeenteraad. Maar van waar dan toch dat optreden hier op het SP-podium? Nou, volgens mij is het heel belangrijk. Kijk, gaswinning, dat is een onderwerp wat heel veel Woerdenaren heel belangrijk vinden. Waar zich heel veel zorgen over hebben. Maar het is ook belangrijk dat te weten, denk ik, dat alle partijen daar eensgezind over zijn. Wij willen die gaswinning allemaal niet. En het is ook heel belangrijk dat wij als gemeenteraad van Woerden, als politieke partijen van Woerden, daar een eenduidig signaal over geven. Dus als er partijen in Woerden zijn die zeggen wij gaan de publiciteit zoeken met gaswinning, dan vinden wij het belangrijk om daarbij aan te sluiten. Want we moeten de rijen daarop gesloten houden. Echt duidelijkheid over het wel of niet boren naar gas komt er pas als Vermilion Energy om toestemming vraagt. De minister moet dan over die aanvraag een beslissing nemen. Daarnaast kan de minister op voorhand het boren naar gas tegenhouden.